Goedemorgen, het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe vlog. En wij hebben vanochtend een ochtendje in bad gehad met z'n allen. Nee, kamerdag omhoog. Oh, omhoog. Maar kijk, zo kan je het zien. Nee, kijk. Moet je zusje zichzelf zien? Ja, nu kan je het zien. Nu kan ze het zien zelf. Zo kun je hem ook zien. Ja, grappig hè? Gast, blijf je om, kan ik even slapen. Zingen. Oh ja, hoe ga je slapen? Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt de schaap. Goed zo. Echt lief. Ja. Oh my god, ik voel mijn partij ontlading. Ik ben gewoon even alleen thuis. Lars is net weg met meisje de Zara Lizzie. En de deur gaat dicht en... Er komt gewoon een oase van rust over me heen. Ik weet dat het heel slecht is, maar ik wil eigenlijk heel graag even onder de zonnebank gaan. Omdat ik me nogal bleek voel. En ik de hele zomer natuurlijk niet heb kunnen zonnen, omdat ik zwanger was. Dus ik ga even kijken of er een zonnebankje in de buurt is. En dan ga ik even onder liggen. En daarna ga ik editen. En de schoonmaakster komt. Dus ik ga dat misschien even buiten huis doen. En daarna moet ik naar de tandarts. Ik ben dus onder de zonnebank geweest. Ik was mijn camera vergeten. Alleen, ik heb dus best wel veel pigment. En dan zie je dus heel erg vlekken ineens weer. En ik was vergeten mijn kettingje af te doen. Dus je ziet hier een afdruk. Ik heb vandaag trouwens een setje aan van Alex The Label. En ik moet nog gaan editen. Maar ik heb er echt zo geen zin in. Ik heb er echt een lange tijd niet zo zin in gehad. Of geen zin in gehad. Dus ik ga het heel even uitstellen. Ik ben gewoon zo intens aan het genieten van het feit dat er niemand in het huis is. Ik ben onderweg naar de tandarts. En ik sta stil op de grachten. Er is één vestiging van mijn tandarts en die zit op een hele chille locatie met een garage eronder. En één zit midden op de grachten in Amsterdam. Wat dus onmogelijk parkeerplek zoeken is, onmogelijk überhaupt om te leven. En er staat er weer een busje die je moet laden en lossen en gedoe. En ik was zo erg aan het haasten. Maar goed, nu moet ik dus nog een parkeerplek zoeken. En ik heb ook een broodje tartaar gegeten met heel veel uitjes. Dus dat is echt heel lief voor mijn tandarts. Ik ben weer bij de tandarts geweest en ik heb net een hele tijd terug weer een mal in mijn mond. Omdat ik heel graag facings wilde. Ik ga zo even verder, want ik kan weer rijden. Oké, ik weet niet waar ik gebleven was, alleen het kwam erop neer. Ik was weer naar de tandarts en ik heb weer zo'n mal aangemeten gekregen. Omdat ik heel graag facings wil. Maar mijn tandarts was het daar echt absoluut niet mee eens. Want die vond dat ik eerst een beugel moest nemen. Voordat ik facings kon nemen, omdat hij dan... niks van mijn tanden hoeft weg te slijpen. En hij wil gewoon niet tanden wegslijpen die gezond zijn. Wat ik op zich ook wel weer heel erg waardeer. Want ik kan nu natuurlijk gewoon een of andere random toko opbellen en zeggen goh. En zeggen het maakt me echt geen reet uit. Ik wil gewoon mooie neptanden in mijn bek hebben. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. En je tanden heb je wel hopelijk voor de rest van je leven. En ja, hij zei van, goh, je bent nog hartstikke jong. En over 20 jaar moet je waarschijnlijk weer iets gaan laten doen aan die facings. Dus dan vind ik het gewoon niet not done om dat te doen. En ja, je kan inderdaad wel facings over, je ziet er geen reet, facings overheen gaan zetten. Maar dat wordt dan een heel dik plakkaat. Want dat heb ik nu ook. Hij heeft nu een soort mal gemaakt. Je ziet er echt geen hele kut van. Maar goed, ik ben aan het rijden, dus ik laat het thuis wel even goed zien. Hij heeft nu een mal gemaakt en ja, deze camera is zo overbelicht. Ik word er niet goed van, letterlijk. Maar anyway, je kan er dus een plakkaat tanden overheen laten zetten. Maar ja, dan krijg je zulke dikke tanden. Ja, ik weet niet hoe die het nu heeft gedaan. Het is gewoon letterlijk mijn eigen vorm tanden, dus het lijkt niet nep. Ja, nu lijkt het nep omdat het zo fucking dik erop zit. Maar hij kan het dus echt super, super, super mooi en realistisch. Want ja, je wil ook niet facings dat iedereen zegt zo. Die heeft echt kauwgompjes als tanden. En ook niet te wit, weet je wel. Gewoon echt wat mooi is. Want ik ga de onderkant niet doen. Ook al kan hij ook wel iets gebruiken van rechtheid. Maar ik vind vooral die scheve tand hier vind ik een probleem. Die je nu dus niet meer ziet, omdat hij het recht heeft gemaakt. Maar lang verhaal, wat nergens op slaat, kort. Ik ga dus wel voor een beugel. En ik ga voor Invisalign. En die heb ik eigenlijk al gehad. Dus het is een beetje kut.
Want toen is mijn spalkje weggegaan en is het daarna weer allemaal scheef gaan staan. Maar dat is een beugel, die is doorzichtig en die kan je dan in- en uitklikken. Ja, whatever it takes. Ik wil gewoon mooie tanden. Ik ben klaar met dit kutgebied van mij. Ik ben weer thuis en ik ga mijn tanden eraf halen, want het voelt toch een beetje gek. En we gaan straks eten, dus dan is het ook niet alles wat je wil. Ah. Oeh, daar ging al een stukje. Ah. Dit was ook een stuk tand. Nog een tand. Dit is zo raar. Nu, dit is die ene die rechtgezet is. En die ga ik er nu afhalen. En dan zie je weer een klein scheef kuttandje in de plek. Ah. Kijk, daar is hij weer. Kuttand. Ik ben weer thuis. Oh, ik was al thuis. Ik heb namelijk mijn hele gebit al afgehaald net voor de camera. Lars die is nu eventjes frietjes halen. Want we gaan shawarma eten. En dat ga ik nu maken. Ons lieve kind ligt lekker te slapen. Ze is vandaag echt voorbeeldig. Echt, het doet me zo goed. Ik word er echt helemaal weer zelf ook een mens van. We hebben heerlijk gegeten. En altijd als wij gaan eten wordt deze monkey baby wakker. Ik wil zwart. Blue. En we gaan lekker jatseën. Maar ik ga eerst even mijn video uploaden. Oeh, net niks. Schat, doe rustig joh. Lekker kleine appie. Op wie vinden jullie dat ze lijkt? Op Lars of op mij? Op mij. Lars zit de hele tijd op... Ah, oh, dat ze op hem lijkt. Ze lijkt alleen met de neus op jou. Nou. Ze lijkt echt wel op mij, hè? Ze heeft mijn ogen. Ze heeft niet jouw ogen. Echt wel. Helemaal niet. Ja, nee, want kijk, weet je wat ik ook zag laatst? Ze heeft één zo'n binnenste ooghoek. Oké, ik praat tegen mezelf. Dat kontje is zo lief. Oh, ga je dansen? Maar goed, zij heeft dus een binnenste ooghoek en eentje zeg maar zo meer naar binnen. Ah, ik praat nog steeds tegen mezelf. Luister je? Ja, binnenste ooghoek. Dus ze loenst ook. Ja, ze loenst ook. Dus dat is ook voor mij. En zij heeft het bij één ooghoek en die kan ik ook altijd moeilijker opmaken. Ja, oké, okay, doe. Zo. Nou, Lars, het kan echt niet. Ze ziet er niet uit zo. Lekker warrig, dat is leuk. Met de potjes. Nee, dit is zo schattig. Hier, ze lijkt wel op mij. Ze vindt dit verschrikkelijk. Ja, lekker hè. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Zware nacht gehad met mevrouwtje. Maar goed, ze is wel heel vrolijk nu gelukkig. Ik ben eventjes aan het shoppen bij Most Wanted. Want ik heb zin in nieuwe kleding. En ik was het gisteren nacht dus aan het doen op mijn telefoon. En toen had ik allemaal dingen geselecteerd. En op een gegeven moment kwam ze over een flesje. Dus toen heb ik het niet afgemaakt. Maar ik merk wel nu ik op mijn laptop zit dat je veel leukere dingen ziet eigenlijk dan op je telefoon. Ik ben dus begonnen met mijn kledingkast uitruimen. Omdat United Wardrobe deze week weer voor de deur staat om heel veel items op te halen. Deze week, volgens mij is het trouwens letterlijk morgen. Dus ben ik echt zwaar te laat eigenlijk ook. Nou, er gaan heel veel jurkjes weg. Heel veel truien. Echt heel veel dingen deze keer die ik nog niet heb gedragen. Omdat het voor mij miskopen waren. Maar ik ga echt zo weinig kleding overhouden. Nog moet je kijken, dit zijn mijn t-shirts. Dat ene rijtje. Dat zijn mijn truien. Het wordt echt... Ja, ik ga gewoon helemaal niks meer overhouden. Dit is dan mijn kleding, hè? Besef even dat Lars helemaal dit heeft en dan zo. En ik gewoon alleen maar dit. Deze drie tassen gaan sowieso weg. Dat zijn al 75 stuks kleding. En ik ben nog niet eens klaar met uitzoeken, dus ik heb straks echt helemaal niks meer over. En ik ga nu nog even leuke kaartjes schrijven voor iedereen die een aankoop doet bij United Wardrobe.
een beetje in een dubio vandaag. Ga ik mezelf opmaken of ga ik dat niet doen? Toen dacht ik nee. Of toen dacht ik eerst, ja, dat ga ik wel doen. Ik ga mezelf helemaal flieken, heb ik zin in. Toen dacht ik nee, dat ga ik niet doen. Ik heb alleen mijn wenkbrauw even gedaan. En ik heb mijn haar net droog gefeund. Want ik heb het kunnen wassen. Omdat het frummeltje gewoon heel gezellig bij mij ging zitten in de badkamer. Tenminste zitten op het wippertje. En ik ga nu eten bij mijn moeder. Mevrouw is wakker. Dus ik ga er in de maxicoze doen. En dan gaan we richting mijn moeder. Oh mijn god, zoals ik dus vertelde. Ik ga eten bij mijn moeder. Dus ik rijd nu door Hendrik Ido Ambacht. Want daar kom ik vandaan. En ik was een beetje vroeg, dus ik dacht, goh, weet je wat? Eigenlijk nu altijd sinds dat ik op mezelf woon, als ik dan terugging, dan ging ik alleen naar mijn moeders huis. En zij woont letterlijk aan de rand van de Rido Ambacht. Dus heb ik nooit meer sinds mijn 18e de plekken teruggezien waar ik altijd kwam toen ik jonger was. En ik dacht, ik doe even een rondje Hendrik Ido Ambacht. Oh mijn god, ik krijg hier zoveel mixed feelings van. Ik rijd nu langs de skatebaan waar ik na jaren heb doorgebracht. Toen ik een skatergirl wilde zijn en etnisch en DC schoenen heb gekocht. En oh my god. En ik zie ook dat ze bij sommige dingen aan het verbouwen zijn. En denk ik, nee niet. Wat is de snackbar de Regina? Is dat plus geworden? Dat meen je toch niet? Hè? Nee, dat kan niet. Is dan de Regina ergens anders? Dat kan toch niet? Wat? De plus is gewoon voor... Oh, er is nu een Verhagen in plaats van een... Maar is dat ook de snackbar vraag of is dat... Want dit was de apotheek. Ik ben helemaal van apropos. Oh, en daar op de hoek zit het sigarenboertje. En daar ging ik mijn diddelplaatjes altijd halen. Oh, dit is wel een snackbar. Nou, de Regina is weg. Dat was echt een begrip. Maar die sigarenboer, echt, dan ging ik geld sparen. Ik was helemaal... In dit bejaardentehuis woonde de oma van mijn beste vriendinnetje vroeger. Maar goed, ik ging er geld sparen om diddelplaatjes te kopen. En dan gaf ik al mijn zuurverdiende zakgeld uit bij die sigarenboer aan diddelplaatjes. En ik ging ook altijd, want ik mocht van mijn moeder nooit naar Rotterdam of zo, omdat ik nog jong was. Dus al mijn zakgeld maakte ik op in de trekpleister aan, weet ik veel, parfums van Jennifer Lopez en dat soort ongein. Oh, ik rijd nu gewoon letterlijk langs huizen en wijken waar klasgenootjes woonden en waar ik... In de middag ging eten en spelen. Ik word je helemaal naar van. Maar ook, ik ben gewoon helemaal in staat om mijn spullen te pakken en terug te verhuizen naar hier. Oh, wat geweldig. Ik wil hier wonen. Ik wil dat mijn kind hier opgroeit. Ik heb het hier fantastisch gehad. Oh mijn god, ik word helemaal niet goed. Oh, al deze huizen. Hoe? Oh mijn god. Ik weet niet of het hormonen zijn, maar dit betekent zoveel voor me. Ik ben echt niet goed. Oh my god. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En wij hebben gisteren lekker gegeten bij mijn moeder. En ik ging op tijd weer terug. Ik dacht, goh, we hebben nu vandaag precies goed een ritme aangehouden. Ik ga lekker op tijd je bed in. Precies allemaal goed. Ze ging ook best wel snel slapen. Maar ze kwam gewoon weer om de 3 uur. Dus ik ben echt... Zo kapot, dikke ogen. Ik voel me verschrikkelijk. Oh nee, oké, ik ga niet meer klagen. Ik kreeg zoveel reacties dat ik klaag zeikerd ben. Maar goed, weinig slapen doet de mensen gewoon heel slecht. Tenminste, ik. En we hebben straks een intakegesprek bij het kinderdagverblijf. Ja. Het is trouwens wel echt een stuk gezelliger de laatste dagen. Ik ben begonnen met een voeding speciaal. Bij krampjes. En ze is echt sinds het weekend... Ja, normaal gesproken als ik zeg maar haar nu zo neer zou zetten en ik zou dit doen, dan zou ze nu al keihard beginnen te huilen. Maar nu is ze gewoon een beetje aan het chillen. En ik kan ook gewoon gaan douchen en dan neem ik haar mee. En ja, ze is echt super fijn. Ik ga even op bijmaken. En dan klaarmaken. En dan gaan we. Zo, ik heb hem klaargemaakt en wij zijn klaar om te gaan. Ik heb een jurk aan van Naked. Ik vind dat hij me hier best wel vatsig maakt. Een soort van, if I'm still pregnant. Ja, dit is niet flatteus, maar ik vind het printje wel leuk. Wij gaan naar de kinderdagverblijf voor een intake. En daarna gaan we boodschappen doen. Wij hebben net een intake gehad en wij lopen nu even naar de supermarkt. Intake was top. Heel goed gevoel bij. En ik heb me ook even omgekleed. Want ik had het heel warm.
En Paola komt nu deze kant op met James. Dus ik had allemaal lekkere hapjes gekocht. En ik ga nu even guacamole maken. Zodat we die lekker kunnen eten bij de chips. En ik heb een nieuw pakketje binnen van Max Wanted. Dus die ga ik zo, of tenminste zo, die ga ik unboxen. En deze oorbellen zaten erbij. Echt super leuk. Dit gebruik ik voor de guacamole. Avocado's, beetje ui, knoflook, wat tomaatje erheen, citroensap en peper en zout. Dus niet heel veel boeiends. Zo, ik ben klaar. Ik vind het er heel lekker uitzien, maar ik moet het nog proeven. Lekker zuur, hou ik van. Paola heeft de lekkere sausijzenbroodjes meegenomen uit Naarden. Oh my god. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen, schatje. We hebben net ontbeten en we hebben vandaag shoot voor Linda Meijden. Joehoe! Wij shooten vandaag voor Linda Meijden. Heb jij je oorbellen? Met. Ja, die heb ik met as gedaan. Oh, overbelicht. Kleine sproetel. En mijn metroman die even een lekker make-upje aangemeten krijgt. En dit is het pakje wat Sarah Lizzie aankrijgt. Zo schattig. En dit is het huis. Very pretty. Kijk hoe mooi deze vloer is. I love it. En we gaan als het goed is nu de cover schieten. Naast van die tekst is gewoon heel groot. Monica doen misschien wel. Dat zijn gewoon de naam. Hey snoetje. Dag snoetje. Wij zijn alweer klaar met shooten. En ik heb vandaag dus, dat had ik nog niet verteld, een pony gekregen. Maar dit is niet mijn eigen haar. Er is gewoon nep haar ingeplakt. En dat hebben ze geknipt. En nu heb ik dus weer een pony. En eigenlijk vind ik het toch wel weer heel leuk. Dus twijfel ik om het toch weer echt zo te knippen misschien. En hoe leuk is dit shirt? Love it. Wat vond je ervan, schat? Vond je het leuk? Ja, leuk. Echt gaaf. Het zijn gave foto's. Ja. Dus dat is heel leuk. Ja. Maar dit is niet echt mijn ding, maar ik vond het zijn wel gaaf. Hij maar vond het ook wel ongemakkelijk, merkte ik. Ja, ik stond in de badkamer in een bloot lijf met Oh, snoet. We zijn weer thuis na een dag shooten voor Linda Meijden met Sarah Lizzie en Lars. En Lars die moest nog naar Rotterdam. Naar een winkel, opening, sponsor van Sparta of iets. En wij zijn de tijd, ik heb die meid in bed gelegd. Ik ben zo kapot, het is echt niet normaal. Ik kan gewoon geen woord meer uitbrengen. Het was echt wel heel vet. Ik denk dat ze echt, echt vette foto's hebben gemaakt. Heel leuk team. Ook Mitchie deed make-up. Vanessa Haar. Mark de Groot, fotograaf. Heel leuk stylist ook, Famke. Dus het is sowieso echt... De foto's zijn echt, echt heel vet geworden. Voor het winterboek van de Linda Meijden. Maar ik ben zo kapot. Oh, en er komt weer een nacht aan met weinig slaap. Ik ben er nu gewoon echt aan toe om gewoon een bad te nemen en 100 uur lang achter elkaar te slapen. Maar goed, dat wordt hem niet. Ik had de zin om iets lekkers uit de koelkast te pakken, maar ik zie nu echt dat wij zo'n schraal koelkastlicht hebben. Deze is echt niet gemaakt om te midnight snacken. Ja, midnight. Het is fucking 9:15. Hier is niks te vinden wat mij kan verblijden. Oh ja, ik heb deze kast georganiseerd. Echt heel blij mee dat ik dit voor elkaar heb gekregen. Tot zover mijn boeiende leven. Wat moet ik nou eten? Oh ja, en vinden jullie dat ik een pony moet knippen? Ja of nee? Ik vind het op zich wel lekker dat hij niet weer weg is. Dat ik gewoon mijn haar weer vast kan doen. En alles kan doen wat ik wil. Alsof dat met een pony zodanig beperkt wordt. Maar goed, wat gaan we vreten dan? Jeetje. Ja. Ik denk dat mijn leven echt is gedoemd om te mislukken. Oh ja, ik vroeg me vandaag trouwens echt iets heel erg af. Namelijk, er zijn trajectcontroles op de weg. En die zijn echt al zo niet chill. Maar oké, ze zijn er nou eenmaal. Maar die dingen, die gaan dus vanaf, 6:00 AM tot en met 7:00 PM. Maar stel je voor dat je precies om 7:00 die trajectcontrole inrijdt op jouw telefoon. Is het dan ook echt 7:00 of is het dan... Want als je dan net te hard rijdt, krijg je dan alsnog een boete. Je weet niet hoe de klok van de trajectcontrole loopt. Dit is echt iets waar ik graag een antwoord op wil. Of stel je voor dat je, terwijl je erin rijdt, dat de klok precies op 7:00 gaat. Tel je dan nog mee in de voor 7:00, omdat je dan nog toen erin reed.
Vind ik echt interessant. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik zie er niet uit. Ik heb echt fantastisch geslapen. Om 10 uur had ik laatst fles gegeven. Dus ik kwam pas om 6:30 voor de volgende. Ik zat wel tussendoor eventjes een huilbuitje. Maar dat was snel te stillen met een speentje. Dus ik ben echt super blij. Maar daarna ben ik weer slaapgevallen. En nu ben ik echt zo kapot. En ik moet naar Bodyfix. En ik had het al 3 keer verplaatst deze week. Dus ik moest echt. Dus ik ben nu onderweg. En daarna moet ik weer terug naar huis. En dan moet ik nog eventjes wat dingetjes voor campagnes doen. En Lars heeft vandaag een wedstrijd. Dus ik ben gewoon de hele dag lekker met Sarah Lizzie. Ik ben weer bij Agnieszka. En we gaan hier lekker body fixen. Maar ze gaat vandaag ook op mijn gezicht doen. Ik zal even een stukje filmen over hoe dat eruit ziet. Ik had vorige keer echt dus mijn gezicht gedaan. Voelde ik me echt als herboren. En dat is ook echt wat ik op dit moment kan gebruiken. Ik ben weer klaar bij Bodyfix en ik voel me zo lekker. En wat Agnieszka dus ook doet, is dat ze mijn lippen masseert. Omdat de fillers erin soort van zijn opgekropt. En wat daarom dus dat lelijke ene effect geeft. Waar ik echt kotsmisselijk van word. Ik krijg er vaak reacties over, maar ik bedoel... Ja, denk je niet dat ik het zelf ook lelijk vind als ik er naar kijk of terugzie. Maar goed, zij masseert het dus een beetje los, zodat... Dat allemaal niet meer zo ophoopt. En ik merk gewoon zeg maar echt meteen verschil dat als ik praat, dat het gewoon... Ja, ik weet niet. Gewoon op zijn plek zit. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik moet nu echt even een armband ophalen in de stad. En dan ga ik weer naar huis. Nou, we hebben gerennen en we hebben gerennen. We hebben gerend en gevlogen vandaag. Ik kom natuurlijk boodschappen doen. Lars heeft een wedstrijd. En mijn schoonvader en zijn vriendin komen eten. Dus ik ga koken. En daar ga ik nu alvast mee beginnen. Ik heb rode ui gesneden met knoflook. Dan hier courgette. En hier tomaat en basilicum. Dit is de situatie. Hier wordt er gekookt. En hier wordt er iemand heen en weer gefrummeld. Hier gaat straks de tomaat bij en de tomatenpuree en de makreel. En dan wat kokroom. En dan heb je een pasta saus. En ik doe trouwens vaak, we hebben niet die HelloFresh boxen. Maar ik doe vaak gewoon op internet een recept opzoeken van HelloFresh. En die, daar doe ik dan gewoon de boodschappen van. En er staat gewoon van A tot Z wat je moet doen. Lars, zijn vader en vriendin die zijn de deur uit. Het is 12 uur inmiddels. Dus we hebben het aardig lang volgehouden met elkaar. En Lars is ook bijna thuis. Die heeft een wedstrijd gehad. 0-0 geworden. En Sarah Lissie slaapt lekker. Ze was vannacht of vanavond een beetje... aan het jammeren. Maar nu ligt ze lekker in bed. En nu mis ik haar alweer en wil ik haar pakken. Pijn knijp omdat ze zo lief is. Goed, ik wacht op Lars en dan gaan we lekker slapen. En de televisie gaat random weer aan. Dus die ga ik nu uitzetten. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En we zijn met Frummel en Lars onderweg naar Rotterdam. Ik ga hem afzetten bij trainen. En dan rijd ik door naar mijn vader in Zwijndrecht. Want die... heeft de foto-expositie. En ik zou eigenlijk vorige week langs gaan, maar dat had ik niet meer gered. Dus ga ik deze week. En vanavond gaan wij naar het gevecht tussen Nesim en Anouar. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben eens weg hoor. Dankie. Oké, we zijn net naar de expositie geweest met mijn vader. En nu... wil ik Lars ophalen bij zijn training. En ik voel me 1, net een moeder die haar zoon gaat ophalen. En 2, ik voel me een freak, een fucking fangirl die soort van rondjes rijdt bij het stadion. Maar ik moet wel rondjes rijden, omdat anders Sarah Lizzie wakker wordt en begint te janken. Dus ik moet gewoon heel de tijd op de parkeerplaats rondjes rijden. En ik voel me echt een kneus. Goedenavond. Nou, spannend. Schoonmoeders past voor de eerste keer op. En Lars en ik die gaan naar het gevecht tussen Nesim en Anouar. Oh, en we gaan ervoor eerst even snel eten.
Maar goed, ja, toch wel weer een avondje zonder frummel. Ik heb trouwens deze lippenbalsem van Mitzi gekregen tijdens die shoot. En ik vind dat Mitzi altijd mijn make-up heel mooi doet. Ze is Mitzi, @MitziMalou op Instagram. En ze had dit voor me meegenomen. Ik weet niet of je het kunt zien. Het is een glossje van Glossier. En het is een nieuw merk. En het is helemaal hot and happening. En het is echt heel leuk. Ik vind de vormgeving echt super leuk. Hey, wat zit jij te promoten in mijn auto? Wat zit ik te promoten? Ik zit helemaal niks te promoten. Wat zit jij dan te doen? Ik laat alleen zien wat voor blosje ik van Mitzi heb gekregen. Oh, wat leuk. Maar goed, wij gaan dus even eten en dan gaan we naar die wedstrijd. En zijn tegenstander in deze Battle of the Influencers. Drie rondes boksen van 1,5 minuut. Hij is de ene helft van het duo supergaande. En is zeker niet voor de bakken, want hij heeft daar goed voor getraind. En is klaar om te knallen. Dames en heren, vanuit de rode hoek, representing Team Nessin. Nessin, Mitzi Almani! Goedemorgen, het is vandaag zondag. En wij zijn aan het ontbijten met een blikje cola. En we gaan vandaag lunchen met Lester en Christy. En daarna hebben we het kraamfeest van Nouri. Dus we moeten ze nog even een cadeautje kopen. En dan gaan we lekker de regen trotseren. Lekker grillen met kaas. Aanslagen. Smakelijk schijnt. Ik vind het wel erg leuk sinds we een kleine hebben. Dat jij ook een soort van verwakker bent. Een soort van? Ja. Vroeger was ik altijd alleen aan wakker, zeg maar. Ja. En nu heb ik al met haar lekker gezeten. En maar toen kwam jij opeens bij jezelf. En normaal moest ik altijd het bed trekken. Ja, dat is waar. En nu is het wel leuk, want hoe laat is het nu? Het is nu 10 uur, dat is voor jou vroeg. Nou, de laatste tijd niet meer, maar dit is voor mij echt uitslapen. Ik heb uitgeslapen. Ja, nu. Ja. Zo zie je er ook uit. Oh, nou bedankt, denk ik. Ja. Heb jij ook uitgeslapen? Ja, dat heb ik ook goed gedaan, hè. Je begint een soort van ritme te krijgen. Ja, ze gaat 's nachts beter doen. Dus dat is wel top. Hè? Huh? Goed zo. Goedemorgen. Ik had al goedemorgen gezegd vandaag. Oh, ik ben echt een wit ratje. Ik zie er niet uit. Het is echt takkenweer en ik wilde heel graag eventjes tanken bij het tankstation Wars voor je tanken, maar die is dus dicht op zondag. Dus ik moet straks dus nog in deze regen gaan staan en mijn auto volgooien, want die is bijna leeg. En ik ben even onderweg naar Gelderlandplein om cadeautjes te kopen voor Lester, want die is jarig geweest. Voor Nouri, want we gaan straks naar het kraamfeest. En voor de baby van Lester en Christy. Want the word is out. Ze worden papa en mama. En voor Wolfie. Want Wolfie is ook jarig. Die is 3 geworden vandaag. En we gaan vandaag zijn verjaardag niet rennen. Maar dan wil ik morgen even langs gaan. Dus moet ik ook even cadeautje kopen. Dus ik ben onderweg. Lars is thuis met Sarah Lizzie. Ik hoop dat als ik thuis kom dat zij allebei zijn klaargemaakt. En dat we dan kunnen gaan. Ik ben weer zo'n oetlul. De winkels zijn pas om 12 uur open op Gelderlandplein. En ik ben weer te vroeg.
En ik zat nog te twijfelen van, zal ik eerst make-up doen of zal ik eerst naar Gelderlandplein rijden? Toen dacht ik rij maar even snel naar Gelderlandplein. Maar goed, in die tijd had ik natuurlijk beter mijn make-up kunnen doen. Cadeautjes zijn gekocht. Ah, oh, kom op schat. Het regent zo hard, we moeten weg. Het is zo kut weer. Ah, oh, ze is nu door de regen aan het gaan. Wat doe je ervoor? Hallo. Hoezo flikker je haar zo? Ja, ga dan nog eens in de bar zitten, joh, de biel. Ja, daar ben ik in jouw koop, joh, de biel. Oh no, I forgot my phone. Ja, echt? Nee, grapje. Oh, het is een rozijntje. Rozijntje? Dus doe haar even vast, liefie. Hé, hey, hier nog een leur. Ja. Je beeld is niet scherp. Oh, jammer. Maar goed, je kan haar toch even normaal vastzetten? Ja, ga het ook doen, maar moet ik in de regen buiten, ja, buiten het doen. Au. Gestoorde. Lars die vroeg zich net af of hij moest douchen toen ik vroeg dat hij zich klaar wilde maken. Mijn antwoord op zijn vraag was nee. Oh nee. Heb je de speen mee? Ook vergeten. Nee, dat meen je niet. Ja. Echt? Nee. Oh. Nou, ze wil sowieso kijken, want ze heeft dat. Goeie. Wil je even mijn tasje meepakken? Die spinnen? Die spinnen? Oké, okay. Die spinnen? Die is normaal. We hebben te weinig eten, denk ik, voor vandaag. Oh, lekker zeg. Dat is wel Mike, lekker man. Dit ziet er goed uit. Waarom al die groenten? Waarom al die groenten? Les, je moet nu even frietjes voor hem. Oh mijn god, wat is dat dan? Ik heb wel frietjes gemaakt speciaal voor hem. Wat leuk. Wij zijn weer thuis na een avond het kraamfeest van Nouri. En het was erg bijzonder, moet ik zeggen. Het is niet wat ik me had ingebeeld bij een kraamfeest. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt, maar het was heel leuk om te zien hoe dat gaat in de Marokkaanse cultuur. En ja, het was heel gezellig. Veel leuke mensen. Ronnie was er nog, dus die heb ik nog even gezien. En Sarah Lise heeft het super goed gedaan. Die was echt gewoon de hele tijd een beetje aan het chillen. En James trouwens ook. Dus echt heel leuk. En het is nu 9:30. We zijn thuis. Zij ligt op bed. En wij gaan even nog een potje jatseën. Ik lig in bed en zij slaapt eindelijk. En ik moet mijn make-up nog afhalen en zo. Dus dat ga ik even doen. Maar ik weet wel dat ik nog Mozzante kleding zal laten zien. Die trui die ik trouwens gisteren aan had, die groene, is van Mozzante. En ik heb vandaag een lange zwarte trui aan met overnielaars. Deze ook van Mozzante. En morgen laat ik deze nog eventjes zien wat ik in had gekregen. Dus tot morgen. Doei. Goedemorgen. Het is eigenlijk maandag nu, dus het is eigenlijk voor de volgende vlog. Maar ik wilde toch nog eventjes in deze vlog de kleding laten zien van Mozzante. En deze groene trui had ik gisteren al gezegd dat ik deze van Mozzante had. Alleen hij is volgens mij een beetje anders qua kleur op camera. Ja, hij lijkt meer een beetje blauwig nu. Ik weet niet echt hoe ik deze camera goed ga kunnen instellen. Ik moet er echt eventjes nu iets mee gaan doen, want zo kan het niet langer. Nou ja, anyway, het is wat het is. Ik ga even de rest aantrekken en laten zien. Ik denk dat hij hier al iets beter tot zijn recht komt, maar nog niet helemaal. En deze oorbellen zijn trouwens ook van Most Wanted. En hierbij ook een zwart flared broekje. Die zijn altijd goed. En daar kan letterlijk alles op aan. En hij zit heel lekker, heel stretchy. En daarbij dit superleuke shirt. Met Los Angeles erop. Een Amerikaanse vlag. En nog een variatie met USA. Weer de vlag, maar dan een wit t-shirt. Echt letterlijk alles past bij dit broekje. Zo lekker. En mijn kind huilt. Die is net wakker. Oh my god, dat was in de slaap. Ik kwam in haar kamertje binnen en ze lag letterlijk gewoon met haar ogen dicht. En toen weer een beetje zo, verder te slapen. Dus misschien had ze een nachtmerrie of zo. Maar goed, dit is mijn favoriete item. Dit superleuke jasje. Ik heb hem wel oversized genomen. Dit is een L. Omdat ik het dan gewoon net iets leuker vind zitten en beter te combineren valt. Maar deze is echt zo leuk.
En zoals jullie misschien weten, leef ik echt eigenlijk alleen maar in hele grote truien. En dit is zo'n leuke trui. Ik zeg over alles wat leuk is, maar dat komt ook omdat ik het besteld heb. Dus ik het ook echt oprecht leuke items vind. Maar het klinkt een beetje corny zo. Deze trui dus. Dit truitje vind ik ook heel leuk. Wel iets meer basic, maar gewoon chill. Lange mouwen. Door het weer kouder, hè, jongens. De zomer is weer voorbij. Dus alle lange mouwen t-shirts kunnen weer in de kast. Ik heb trouwens oprecht geen kleding meer. Ik doe trouwens... vandaag is er weer kleding online gekomen op United Wardrobe. Maar misschien als deze vlog online staat, is dat al weg. Alleen moet je even mijn Instagram in de gaten houden voor wanneer de volgende drop weer is. Want ik doe ongeveer iedere maand items op United Wardrobe. Dus dan kun je dingen uit mijn kast shoppen. Alleen mijn hele kast is leeg, omdat ik vorige week echt alles eruit heb gehaald. En ik heb denk ik nog 3 t-shirts met lange mouwen. Dus nu 4. Ik zei net over die roze jas dat mijn favoriete item was. Maar ik denk dat dit het is. Dit is gewoon een mega chille grote roze sweater. En er zitten dus leuke randjes aan. Met glitters. Dus dat vind ik een leuke combi. En dat was... Nee, trouwens, nog een ding. Ik film liever niet mijn voeten, maar goed, ik kom er nu even niet onderuit. Ik vind enkelbandjes echt het allerleukste detail ever wat je eigenlijk qua sieraden kunt dragen. En deze is ook van Moes, want ik hoor eigenlijk bij iedere vlog altijd dat mensen zeggen, ja, kun je iets meer vertellen wat je aan hebt? Terwijl altijd als ik zeg van, ik maak films voor YouTube, of als mensen mij nadoen, soort van op een grappige manier, dan doen ze zeg maar, hi, goedemorgen, ik ben Monica. Nou, vandaag draag ik dit van Moes Wanted. Vandaag draag ik deze broek van la la la. En dan denk ik altijd, oké, ik moet dat dus niet meer te vaak doen. Maar eigenlijk krijg ik bij elke vlog weer vragen van, goh, waar is dit van, waar is dat van, waar is zus van, waar is zo van. Dus leek me wel leuk om af en toe gewoon, als ik iets heb besteld, gewoon kleine shoplogs te doen. Dus als jullie dat leuk vinden, laat het weten, want dan blijf ik dat gewoon doen. En ik vergeet toch wel echt vaak iedere dag nog te zeggen wat ik draag. Dus vandaar dat ik eventjes deze deed. Maar ik ben aan het praten heel lang en heel veel. En het is al maandag, dus het is een andere vlog. En ik moet nu gaan editen, zodat deze vlog online kan. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe vlog.